We zijn weer eens op reis. Het is best wel grappig dat we allemaal heel druk bezig zijn met elektrische auto's. We willen allemaal een Tesla voor de deur of een Jaguar I-Pace. En kijken ondertussen wel naar de Formule 1. En ik kijk daar zelf ook naar. Ik ben zelf ook zo iemand. Maar het valt me dan wel op dat er heel weinig aandacht is voor de elektrische variant van de sport. Maar klein is het evenement alles behalve. De tribunes zitten vol, er zijn teams als Jaguar die 150 mensen fulltime in dienst heeft om het team te ondersteunen. En er gaat ongelooflijk veel geld in om. Ja, en dat is natuurlijk helemaal niet gek, want de Formule E is een ontzettend krachtig marketingmiddel voor de hele EV-markt. En tuurlijk, een kaartje kan heel duur zijn en daarom kunnen gezinnen bijvoorbeeld niet elke race live bewonderen. Maar daar hebben ze wat op gevonden. En die oplossing die komt dus in de vorm van een gigantisch plein. Vol met allemaal toffe tentjes, elektrische voertuigen en allemaal manieren om mensen meer te informeren over elektrische voertuigen. Lang verhaal kort, het is gewoon heel leuk om met je gezin, zeker gezien de locatie en de prijs, hier naartoe te gaan. Gewoon allemaal om die EV-markt maar te promoten. Al stopt het daar natuurlijk niet, want waar de Formule 1 een beetje de backbone is van een normale benzineauto en de ontwikkelingen die erbij komen kijken, is de Formule E dat voor elektrische auto's. En nieuwe technologieën, zoals het bijladen tijdens een pitstop, kan ervoor zorgen dat elektrisch rijden gewoon een heel stuk beter wordt. Sterker nog, die Formule E-auto's leunen voor 40% uit regeneratie, omdat die technologie hier gewoon veel meer ontwikkeld is als dat bij bijvoorbeeld jouw Tesla of Jaguar I-Pace is. Tja, en als wij dan die race moeten gaan bekijken met een champagne in ons hand om de toekomst van de elektrische auto onder een loep te nemen, ja, dan doen we dat maar. Precies. Proost.